Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Rodri. Gomez tot bij Bernardo Silva, die daar vaak de linkerkant opzoekt. En dus met Grealish een koppeltje vormt. Grealish met het schot. Zij net. Foden, De Bruyne. En Haaland. En daar heb je ze weer. 20e minuut. Net als tegen Aston Villa. De Bruyne vanaf de rechterkant. En binnenlopen, binnen tikken voor Erling Haaland. Opent zijn rekening voor Manchester City in de Champions League. De Bruyne met de loopactie krijgt hem van Foden. En brengt hem dan simpel tussen verdediging en doelman. Haaland weet dat en tikt hem gewoon binnen. En zo Sevilla op achtervolgen aangewezen. Lijkt mij toch Kevin De Bruyne te worden. Man of vijf mee in de box. Die komt zijn bal rechtstreeks op doel. Zijn het. Net het trilde. Maar het was even gezichtsbedrog. Alex Telles gaat corner trappen. Iedereen terug bij City. En weggekopt door Grealish. Uit de tweede lijn. De eerste poging van Sevilla gaat er een kleine meter naast. Misschien kan Sevilla op deze manier toch iets dreigen, maar ze houden het kort. Toch nog een aardige voorzet. Delaney en Papu Gomez. En op de beste kans tot nu toe gecreëerd door Sevilla over het doel. Even duel. Met nu Anzou, daar is De Bruyne met de kans. De Bruyne, oh, nog even aangeraakt door Bounou met die rechterhand. En dan meteen de diepte gezocht. Foden, Cancelo is weer mee. Gaat aan toe, Haaland in de tweede zone. Bal kwam niet. Foden, nog eens draaien. Kan trappen of leggen voor De Bruyne. Hij trapt hem gewoon binnen. Phil Foden met de 0-2. En Man City nog voor het uur. Redelijk een geruste voorsprong bij elkaar gevoetbald. Het leek allemaal wat lang te duren hier met Foden. Maar nog eens kappen, nog eens. En dan ja, tussen de beentjes van Gudelje. Dat zien we hier. En dan naar de rechter benedenhoek. Gomez. En daar is Haaland weer. Kon net niet goed genoeg bij die bal. Foden. Haaland. Foden kan zelf weer trappen. Doet dat ook en Haaland kan afmaken. Is 0-3. Match beslist. Foden, iedereen wijkt. Dus kan hij trappen. Bounou redt en dan is Haaland goed gevolgd. Geen buitenspel. Weer zo'n bal tussen de beentjes van de tegenstander. En dan simpel voor Haaland. Januzaj. Rafa Mir. Nog een keer Januzaj. Komt wellicht naar zijn linker. Steekballetje. En een trap van Souso. En bal binnen het kader. Maar terecht dat ze ook meteen weer omschakelen naar
live beelden, want stel dat er nog een goal valt, en dat zou best kunnen. Kijk eens hier. Het is Ruben Dias die er nog 0-4 van maakt. Dan zou je die goal gemist hebben. Mahrez, de overlap van Cancelo. En dan weer zo'n bal tussen doelman en verdediger. Strak en hard. En binnengelopen door Ruben Dias. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.